Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben voorlopig te maken met een hoge drukgebied boven het zuiden van Scandinavië en daarom staat een oostelijke stroming in onze omgeving. De wolken die we op het moment hebben, die verdwijnen vanavond. Het wordt helder en de temperatuur gaat dalen naar 10 tot 13 graden. Vannacht daalt de temperatuur verder in het oosten wordt het koud met 4 graden. Aan de grond zou het licht kunnen gaan vriezen. Morgen overdag schijnt de zon geregeld, er zijn wat sluierwolken... En in de middag wordt het 16 tot 18 graden bij een matige oostelijke wind. Ook de komende dagen hebben we nog te maken met het hoge drukgebied. De wind is veelal vanuit het oosten. S ochtends is het koud met 8 graden, maar s middags wordt het 15 tot 17 graden. Pas na het weekend gaat het geleidelijk aan veranderen. Ik ben Diana Boeij van weerblazen.nl.